In navolging van verschillende dorpen in Marwijnen zal Alfonsdorp worden voorzien van 1x24 uur elektriciteit. Het startsein hiertoe is gegeven op 18 juni middels het heien van een hoogspanningsmast. Het dorp werd in de afgelopen jaren slechts 4 uur per dag voorzien van stroom. Dat zal tot het verleden behoren. Er zal vanuit Mungo een hoogspanningskabel worden aangelegd naar Albina, van waaruit de omliggende dorpen zullen worden voorzien. Hiermee zullen de leefomstandigheden van de bewoners aanzienlijk verbeterd worden. Het project wordt uitgevoerd door de EBS. Het ligt in de planning om alle dorpen in Marwijnen optimaal te voorzien van elektriciteit.